De Stichting Vader Mother Figure heeft vanmorgen voor jongeren en hun ouders een Basic Life Skills sessie georganiseerd. Het thema was Vaderlandse Liefde. Behalve voor de jongeren en hun ouders was de sessie ook bestemd voor de coaches, vertrouwenspersonen die de coaches ondersteunen, bestuursleden en coördinatoren van de stichting. Volgens Henk Redmond, voorzitter van de stichting Father Mother Figure, zijn bepaalde vaardigheden nodig om te kunnen overleven. Wij hebben verschillende basic life skills aan de participanten gepresenteerd, zegt Redmond. En daarbij kunt u denken aan dingen als het inschatten van situaties. Ja, als je een bepaalde situatie tegenkomt, dan moet je kunnen inschatten wat er aan de hand is. Wat is het probleem? Ja, je moet kunnen nadenken over hoe belangrijk is het probleem, hoe groot is het, ja, hoe urgent is het, ja, hoe ga ik het oplossen. Ja, welke creativiteit is daarvoor nodig, skill, om met een oplossing te komen. En hoe kan ik snel die oplossing realiseren, ja, samen met andere mensen. Dus dat zijn skills die je nodig hebt om succesvol te kunnen zijn in het leven. U heeft het over vaardigheden en welke specifieke vaardigheden is deze groep bijgebracht vandaag? Ja, deze groep heeft geleerd inderdaad hoe je een bepaalde situatie kan inschatten. Inschattingsvermogen, ja, omdat het belangrijk is om dingen die je meemaakt in je leven goed te kunnen beoordelen. Om te kunnen inschatten wat er aan de hand is. Ja, die vaardigheid is vandaag bijgebracht bij de mensen. Redmond benadrukt dat zulke sessies van belang zijn om mensen bewust te maken van hun positie en hun verantwoordelijkheden. We hebben hier vandaag geleerd hoe je op een innovatieve manier kunt doen aan tuinbouw. Dus je eigen taaierblad planten, ja, je eigen tomaten, ja, planten of dingen als soepgroenten. Dus op ding dat je onbespoten, ja, producten plant, gewoon op je erf. Ja, dat hebben de mensen bijgebracht, zodat ze eigenlijk zelfvoorzienend kunnen worden. Dus je hoeft niet meer naar de markt, ja, of naar de winkel, waar vaak dingen zijn bespoten met gifstoffen. Ja, dus in die zin kun je dan zelf het heft in handen nemen door zelf te gaan doen aan tuinbouw. Ja, gewoon thuis, ja, op het erf. Waardoor je kinderen inderdaad onbespoten groenten kunnen eten en ook fruit. Ja, dingen als papaya's en dergelijke kun je gewoon zelf planten, maar dan onbespoten. Waardoor je gezond blijft. Dus de gezondheid vinden we belangrijk. Waar we al die mensen hebben uitgenodigd om mee te doen, om dus die kennis te krijgen, ja, ervaring op te doen, om met eigen ogen te kunnen zien hoe je zelf aan tuinbouw kunt doen. Henk Redmond, voorzitter van de stichting Father Mother Figure. De stichting heeft vandaag een Basic Life Skills sessie georganiseerd. De sessie is gehouden in het Klevia Park, de morgenstond.